Welkom Scorpioen bij jouw lezing. We gaan vandaag een lezing doen waarbij dat we één kaart nemen uit drie verschillende kaartendeks. En gaan we kijken welke inspiratie zij ons kunnen bieden, waar dat we dan eventueel mee aan de slag kunnen gaan. En de eerste kaart komt uit het dek Hart en Ziel. En de tekst die daarbij hoort, probeer even niet aan deze situatie te denken en richt je aandacht naar binnen. Sluit je ogen, ontspan je en laat los. Maak een flinke wandeling of doe iets anders om te ontspannen. De oplossing zal zichzelf snel openbaren en dan komt alles goed. Ik denk dat deze kaart jou aanspoort om even de controle over een situatie even los te laten. Letterlijk. Want ja, hoe meer dat wij controle hebben over een situatie, hoe meer dat we daarin kunnen vastkomen te zitten. Dus deze kaart vraagt jou om te ontspannen, even weg te gaan van die situatie. En dan kan het zijn dat terwijl jij ontspant, dat jij ineens een ingeving krijgt, waardoor dat je een oplossing vindt voor de situatie waarin dat je bevindt. We gaan er ook een kaart bij nemen van de fluistering van de natuur. En eventueel kan die kaart ons extra duiding geven of een nieuw inzicht hierover. En het is de kaart Sprong van Vertrouwen. En ik neem er het boekje bij, want ik ben nog altijd samen met jullie deze nieuwe set kaarten aan het ontdekken en ik wil jullie de juiste tekst meegeven. De tekst die hierbij hoort: zie dit als een kans om iets moois te creëren. Je zit in een overgangsperiode waar je op jezelf en je intuïtie en kennis moet vertrouwen en de sprong moet wagen. Je zult niet falen. Je hebt een net van veiligheid en ondersteuning om je heen. Je komt over je angst heen en ontdekt dat er aan de horizon een mooi einde in zicht is. Deze sprong van vertrouwen is het beste wat je op dit moment kunt doen. Als je een fout maakt, kun je opnieuw proberen en leren van wat je de eerste keer niet werkte. Alle tekenen wijzen erop dat wanneer je vertrouwen hebt, je zult slagen. Ga met opgeheven hoofd het onbekende tegemoet. Zelfs al mocht je uiteindelijk vallen, dit ene moment vlieg je. Ik vind dat het mooi aansluit bij die vorige kaart. Hè. Je zit hier met een situatie waar je niet uit geraakt. En deze kaart vraagt om letterlijk je even te ontspannen en daar afstand van te nemen. En als je dat dan gedaan hebt en je hebt hier een nieuwe ingeving gekregen om uit die situatie uit te gaan, hè, een oplossing die zich aanbiedt, dan vraagt deze kaart om toch die sprong te nemen en te vertrouwen op jezelf. Om de oplossing die zich hier aanbiedt, om daar toch voor te gaan en die uit te voeren. En je hebt hier een net dat jou gaat opvangen. He, dus enerzijds mag je sowieso vertrouwen op jezelf, want je hebt de nodige kennis, je hebt de nodige talenten, je hebt de nodige ervaring om hier een oplossing voor te vinden. En anderzijds, mocht het niet lukken, dan is er hier letterlijk dit vangnet. Je gaat opgevangen worden. En daar ga je dan uit leren, oké, dit heeft niet gewerkt, oké, dan gaan we het aanpassen. Dan gaan we het op een andere manier doen. Dan heb je weer iets geleerd en dat moet jou extra vertrouwen geven om als je dan de volgende keer een soortgelijke situatie tegenkomt, dan heb je die ervaring en weet je hoe je daar ook op een andere manier kan mee omgaan. En we gaan er een persoonskaart bij nemen om te kijken wie dat er eventueel betrokken zou kunnen zijn bij deze lezing.
dat zou eventueel kunnen gaan over een vis die jou helpt. En zij kunnen jou eventueel helpen bij het vinden van een oplossing. Eventueel, want zij zijn ook heel goed in inzichten. Waardoor dat je uit die situatie... Dus je zou eventueel met een vis kunnen brainstormen over die situatie hier die opgelost moet worden. Om dan vervolgens volledig op jezelf te vertrouwen. En die sprong te wagen om uit die situatie uit te geraken. Zo, dit was jouw lezing. Ik wens je nog een prettige dag.